EA heeft weer een master marketing plan bedacht. Want zij willen natuurlijk dat iedereen pakketjes gaat openen met Black Friday wat volgende week begint. Voor de mensen die dat niet weten, Black Friday is het moment waarop IA alles uit de kast gooit om geld uit te laten geven bij mensen. Dat ze dus een ziek Team of the Week laten komen met Team of the Week, SBC's, allerlei andere enorme promos waarin je kaarten moet inleveren. Die je vervolgens moet krijgen uit pakketjes of uit jouw rewards. En omdat de markt momenteel zo extreem laag was. Qua prijzen waarbij 38 raiders bijna niks kosten. Wilde IE dus een flinke curveball gaan gooien. Door het releasen van de Icon SBC. En niet zomaar een Icon SBC. Het is de Baby Icon SBC. Die je ook kan krijgen uit de Icon Swaps. Dus er zijn genoeg mensen die bloed, zweet en tranen hebben gegooid. In het voltooien van die Icon Swaps. Voor de Base Icon Upgrade. En letterlijk een paar weken daarna komt IJ met deze... Icon Upgrade SPC. Ondanks dat deze wel 500k kost. Een heel erg hoge prijs. Maar het gek is dat die eigenlijk nog bijna de coins waard is. Want er zijn bijna 50 icons die meer dan 500k waard zijn. Dus ik heb de beslissing genomen om afscheid te nemen van Van Basten. Niet omdat ik hem slecht vond. Ik vond hem echt super chill. Dus voordat mensen gaan zeggen: Je vindt Van Basten gewoon slecht. Dat is niet waar. Big Marco blijft nu altijd in mijn club als een legende. Maar ik moest hem verkopen voor 590k. Ik had hem gekort voor 600. Minimale verlies gemaakt. Want bijna alle base-icons uh, zijn nu eigenlijk in prijs gedaald. Omdat dus uh, ja, iedereen die base-icon-upgrade doet en daarmee dus meer base-icons in, in de game komen. En iedereen die base-icons heeft, gaat die dus verkopen. En als resultaat gaan alle prijzen in totaal dalen van de base-icons. We gaan in deze video dus de marquee-matches doen, de marquee-moments en de base-icon-upgrade. En tot slot gaan we natuurlijk ook alle pakketjes openen die daarbij horen. De marquee-matches waren ditmaal heel erg makkelijk, ook al waren de pakketten zelf niet heel best. Behalve van de group reward. Hiervan moest je een heel simpel team inleveren. Krijg je een small life player Pack. voor. Nou ja, ga je niet de oorlog mee winnen, heb ik zo gehoord. Voor deze SBC was je ook eigenlijk niet heel veel kwijt. Je moest twee Chinese league spelers, dus vijf clubs maximaal. Nou ja, zorg gewoon dat je een paar clubs zet waar je twee spelers hebt. twee of drie. En dan heb je deze ook voltooid voor een redelijk simpel pakket. Dan de onderste twee waren een stukje moeilijker. Daar moest je wat meer aan rating voldoen, aan leagues. Where players, hiervan moest je dus een kaart van Milaan of van Napoli. Gaat de een goal player Pack voor. Maar eigenlijk de. Enige die echt de moeite waard om te halen losstaan van de koepiebord. was Manchester City tegen Chelsea. Hiervan moest je een 80 rated team minimaal 2 van één club en 2 van Manchester City of Chelsea. Nou ja, was op zich niet al te moeilijk als je de kaart voor je club had. Ik had er toevallig twee van Chelsea, Alonso en Tammy Abraham. Ik kon als gevolg deze best makkelijk halen van premium gold players pack. waarbij als group reward en een prime gold players pack krijgen een 45k pakket en daarmee hebben we dus al veel pakketten nog die we kunnen openen naast de base icon. Ook hier de Marky moments was extreem makkelijk. Uh, je kan gewoon bronzes en zilvers gebruiken. Een volledig zilver team. Uh, met een paar Engelse gouden spelers. In totaal twee rare gold players packs. Krijgen er terug. Is niet altijd heel denderend. Maar je kan er zomaar een goed uit krijgen. En voor de base icon upgrade moest je een 33 reden team inleveren. Twee 36-rede -team teams. Met één ook nog inclusief in vorm. En tot slot een 37-rede team. Met één in vorm. Hiervoor kreeg je ook twee rare gold players packs. Behalve deze. Dan kreeg je. Een 2-player-pack voor. Dus die gaan we snel even openen. Kijken of we Dice goed zullen krijgen. En anders gaan we door met de Base Icon Upgrade. En kijken welke Icon wij gaan krijgen uit deze Base Icon Upgrade. Eerst gaan we deze pakketten openen. Kijken of hier ook maar één speler zit. Van waardige waarde. Er zullen altijd wel wat kaarten zitten die wat waard zijn. Ik heb nogmaals 500k uitgegeven voor deze SPC. Dus natuurlijk probeer ik nu een beetje. Uh, alle coinsbow verzamelen. verzameld. Ik wat armer ben dan eerst. Ik bedoel, het is een heel groot risico. Wie weet dat ik dit nooit terug ga verdienen? Dan krijg ik Liedman of 150k? Of krijg ik zijn andere icon als Leeman, die 130k waart, waardoor ik dus meteen een enorme verlies heb gemaakt? En ik zal eerlijk gezegd ook aardig verdrietig zijn als ik echt zo'n enorm slechte speler pack. We krijgen hier wel een boordenkaart uit, dus dat is heel erg mooi. We krijgen een Uruguayanse vlag. Een spits wordt het als Suarez. Dit wordt Cavani. Oké, okay, ik zag iets te laat dat de walkout was, maar het wordt dus 88 redet Cavani. En die. Is wel wat waard. Ik heb hem nodig voor een van mijn teams uit de Squad Challenges. Dus ik ga kijken of hij nou tradable is of untradable. Zo te zien is hij untradable. Dus ik ga deze vervangen met degene die ik huidig in mijn team heb. Die kost namelijk gewoon 21k. En heb ik daarmee dus toch een aardig stuk terugverdiend. Van die 500k toch? 20k terug met een walkout. En uh, dat was toch best wel aardig wat ik heb niet had verwacht. Dan nu de 2 Rare Gold Players Packs. Hierin zo te zien een bordenkaart. Geen walkout ditmaal. Het wordt een Portugese vlag. Dus het kan niet Ronaldo zijn. In plaats daarvan toch Anthony Lopez. En dat is een zeer prima kaart die ik goed kan gebruiken. Nogmaals, deze is ook nodig voor SBC's. Dus ik kan deze mooi naar de club sturen. Zo hebben we dus een 88 rated en een 35-rated gepakt, Helemaal niet slecht uit deze minimale pakketten. En dan hebben we nog de beste over. Namelijk nog een 25k pack en een 45k pack. Deze gaan we discarden, Bamba. Hebben helemaal niks aan. Dan gaan we nog deze laatste drie pakketten even openen. En dan gaan we dan door naar het Icon Pack. Ik heb zoveel spanning ervoor. Ik heb vorig jaar met die Icon Sets in het begin Okocha gehaald. Daar kreeg ik gelukkig de bruine uit. Voor de mensen die dat niet meer weten. Ik had toen een Icon Upgrade gedaan. Ik dacht daar kan je alle Icons uit krijgen. Maar het stond toen al vast welke vijf je kon krijgen. Destijds gekozen voor Okocha was best prima. Maar natuurlijk geen top Icon. Dus als gevolg daarvan heb ik die best wel snel ingeleverd. Voor, ik geloof, Luis Hernandez al. Dat was een heel gedoe. Ik was echt blij dat ik die packluck ook kreeg. Terwijl we hier opnieuw een bordenkaart krijgen. En dat wordt dan de bossische vlag. Dus dat worden uh, dan of Fisha of Tseko. En in dit geval is het Fisha. Dus ditmaal heb ik op dat gebied wel gelukt. Dat ik in ieder geval iedere mogelijke icon kan krijgen. Maar of dat een goed ding is of een slecht ding. Dat weet ik niet. Laat me dus weten in de comments wat jullie liever hebben. Dat je een icon set hebt waarbij je sowieso... Een keuze kan krijgen uit een aantal, dus een player pick. Of dat je alle mogelijke items kan krijgen. Want op zich is het leuk om die roulette te draaien. Je krijgt daar Messi uit. Of Messi kan helemaal niet. Je krijgt daar Ronaldo uit. Of allerlei andere zieke items. Zou je hier tenslotte dan nog eindigen met de Algerijnse vlag. En dat wordt dan Mares, denk ik. Dus dat is nog een prima einde. Maar heb je dan liever dat je in ieder geval iedereen kan krijgen met de hoop op een gullet of zo of een Eusebio? Of dat je in ieder geval weet dat je een keuze uit het vijf, had. Dat er sowieso één is die in jouw team past. Ik ga jullie niet langer laten wachten, jongen. 37 rated team met één Inform Odin om deze te voltooien en daarmee de Icon vrij te spelen. Hier staat de Cavalier die ik net gepakt heb. En nogmaals, deze SBC was helemaal niet goedkoop. Oblak 54k, Nacho 4,5k voor een 32 rated kaart. Met PK voor 30k, Kroos voor 27, Valkau 2,1. Het zijn allemaal geen goedkope prijzen. Ook niet extreem duur, maar je betaalt het liever niet. Maar je doet het niet zomaar ergens voor. Je doet het voor de 2 Rail Gold players pack. En ook voor die icon. Dus ik ben benieuwd welke we gaan krijgen. Ik heb het nu al drie of vier keer gezegd. Maar ik heel prettig al een beetje spanning. Het is allemaal afhankelijk van de vlog. Ik wil niet de Finse vlag. Want dan weet je al meteen waar je aan toe bent. Ik wil niet de Nigeriaanse vlag. Want dan krijg je sowieso. Okocha, waar ik ook niks in heb. Het 2 Rail players pack is ook niks waard. We krijgen Collie en Donnarumma. Nou, daar ga ik helemaal niks mee bereiken. We gaan door de base icon player. Guarantees en base icon. Lowest overall rating. Dus we gaan kijken wat het gaat worden. Welke baby-icon krijgen we? Ik wil geen Liedmanen. Ik wil iemand anders die wel goed is. Ik wil een prima vlag. En het wordt dus de Italiaanse vlag. Dat kan Del Piero worden. In plaats daarvan krijgen we Centerback. Uh, dat wordt dan denk ik Nesta ofzo. En we krijgen als allerbeste Nesta die je ook uit de iconswaps kon krijgen. Dus uh, daarmee heb ik op dat gebied een gratis icon. Maar is het eentje die ik zou willen gebruiken? Op dit moment is hij 400k waard. Dus ik heb niet enorm verlies in die zin. Uh, hij is natuurlijk tradable. Maar ja, ik heb 500k uitgegeven, ik heb een icon voor 400k terug. Of ik hem ga gebruiken, dat gaan we dus nu testen in de weekend league. We gaan dus testen of Nesta het in zich heeft om Eder Militao te vervangen. Ik zet schaduw op hem, hij heeft namelijk de pace echt nodig, want hij heeft maar 70 pace. Daarnaast krijgt hij met zijn shadow campstal nu 99 verdedigen. En is hij van alle gemakken voorzien om daarmee iedereen tegen te houden. We gaan dus kijken in de weekend league met een potje te spelen of hij de moeite waard is. Dus ik ga snel squadfinders toevoegen. En dan gaan we maar eens een potje spelen. Mijn eerste tegenstander heeft Ben Jeder in vorm en Di Maria. Een mix dus van een aantal competities en leagues Door middel van de Franse nationaliteit. Wat een mooie tegenstander voor Alessandro Nesta. Als ik zo kijk naar de stats van Alessandro Nesta, is er maar één echt groot probleem. En dat is dat hij uh, 36 behendigheid heeft. En daarnaast 51 balans. In combinatie. Met 60 dribbelen. Dus deze man kan je niet aan de bal laten. Want dan hebben we er helemaal niks aan. Uh, we gaan kijken of dat een groot probleem gaat worden in deze video. En deze wedstrijd. Uh, want anders dan moet ik denk ik toch snel terug naar Eden Militao. Ik moet nu ook weer Crespo gebruiken. In plaats van uh, ja, onze beste man van Bas. Die wel een stukje beter was. We scoren hier de 1-0. Nog weinig moeite gaf met tegenstander. En ik heb nog geen enkele actie gehad ook van Alessandro Nesta. Ik ga hem even uit positie halen. Kijken of hij de bal kan onderscheppen. Uh, hij gaat het in combinatie doen met de andere man. Hier komt Nesta. Hij is gewoon niet snel genoeg. <laughs> Uh, best wel makkelijk ingehaald door Ben Jedder. Omdat ik gewend ben dat ik met Militao wel een stukje sneller ren. Oeh, daar kwam Nesta ook niet heel goed tussen. In het midden staat daar iemand die de paas ontvangt. ontvangen. Hij pakt die wel de bal goed af, tikte hem alleen uh, iets te ver voor zich uit. En daardoor schiet ik de bal balprongelijk weg. Nesta staat daar in het midden. Probeert de bal af te pakken, maar daar Semedo loopt daar vrij. Nesta moet hier nu een beetje in positie blijven en kijken of hij de bal af kan pakken. Hij is in ieder geval sterk. Kan Ben Jedder redelijk comfortabel van de bal afhouden. Dus dat is zeker een goed ding. Oké, okay, neem maar. Zorgen dat we op tijd de baas geven, want daar staat Dembele helemaal vrij. 0-2. En dat krijg je als je niet handmatig verdedigt, want dan staat daar altijd iemand vrij bij de verre hoek. Ik weet niet waarom ik in godsnaam verre hoek zei. Ik bedoel natuurlijk de tweede paal, terwijl we hier eigenlijk een doelpunt tegen krijgen als ik hier niet ga verdedigen. Nesta pakt hier weer eventjes de bal af van Ben Er is een complete baas. Daar komt Crespo helemaal vrij en dit moet een doelpunt zijn. Ja hoor, Crespo 85 tegen het Icon. Hij scoort hem, de 0-3 is binnen, binnen 6 minuten. En daardoor verliezen we de verbinding, omdat. Mijn tees aan de klaming is. Nesta, een 7.9, heeft het eindelijk 2 uit 3 van zijn tackles gewonnen. En uh, ja, zijn dribbels allebei voltooid. Deed hij prima. Uh, ja, ik heb denk ik wel gezien wat ik met Crespo kan verwachten. Want dat kan je best wel snel zien of hij uh, een beetje snel dribbelt. Of hij snel genoeg is. Hoe zijn positionering is. Uh, dus ja, we gaan maar even snel terug naar het team. Natuurlijk kan ik op basis van één wedstrijd nog niet zeggen of een Icon heel erg goed is. Maar mijn eerste indruk is dat Nesta niet een centre-back is die bij mijn speelstijl past. Hij is sterk. Hij staat altijd gepositioneerd op de juiste plek met zijn medium-high werktempo. Maar zijn behendigheid is gewoon te langzaam. En daarnaast is zijn pure snelheid ook te laag. Ik heb gewoon ingegaan dat Ben Yedder er zo hard doorheen kon rennen waardoor hij vrij kon schieten. En dan is het dat het de eerste wedstrijd van de weekend League was. En dat ik niet echt tegenstand heb. Maar zodra ik richting elite ga dan moet ik het met snellere, en betere centerbacks doen. Dat Nesta. Op dat gebied is dus het een beetje zonde, want ja, daar heb ik dus 500k uitgegeven aan Icon die ik niet, niet ga gebruiken. Maar het risico is het toch altijd leuk. En voor het entertainment van deze video kon ik het niet laten om deze Icon SBC niet te doen. Dus Nesta gaat helaas niet in mijn team blijven. Want eerder Militao vind ik een fijnere centerback, vanwege zijn betere dribbling en pace. Maar ik ben wel heel tevreden dat ik alsnog deze Icon geprobeerd heb. Hiermee zijn we aangekomen bij het einde van deze video en daarmee wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Je kan u linksboven op mijn scherm een video zien en rechtsonder een random video die misschien... Nog niet gezien hebt. In het midden vind je de abonneerknop en dan hoop ik je te zien bij een van mijn volgende video's. En tot die tijd zeg ik later mensen.